Hallo allemaal. Een kortingsactie voor de meivakantie. Alles is voor de helft van de prijs. Een persoonlijke reading naar keuze. Aan te vragen via mijn website. De link staat in de beschrijving van de video. Gaan we door naar de video. Passie, chemie, plezier maken, een vlinder, dus de groei, iets wat verandert. Een relatie die verandert. Die naar de volgende fase gaat. En gefrustreerd in een relatie. Nou, dit heeft te maken met iemand in jouw leven natuurlijk. Een bepaalde persoon die jij in je leven hebt, met wie je echt een hele sterke chemie hebt, aantrekkingskracht voelt. Maar die relatie die wil maar niet verder gaan naar de volgende fase eigenlijk, het volgende niveau. En dat frustreert. De zegenwagen, de ridder van zwaarden. En de staven 4. Ik zie heel duidelijk iets gaan veranderen. En vrij snel ook wel. Gaat heel snel iets veranderen. Dus die relatie gaat veranderen, die andere persoon. Ik denk wel dat er iets van een ruzie aan vooraf gaat, want ik denk dat je wel het een en ander hebt te zeggen tegen deze persoon. Wat vaak zo is met zo'n sterke passie, zo'n sterke chemie, is dat natuurlijk niet alleen die leuke gevoelens zo sterk zijn, maar ook als je dan boos bent, dat je dan ook echt heel erg boos wordt. Dat is de andere kant van de passie. ik denk dat het best wel eens tot een echte ruzie zou kunnen komen tussen jullie. Wat er in zo'n ruzie gebeurt, is dat je wel ineens alles zegt, alles uitspreekt. En dat is eigenlijk precies wat er hier gaat gebeuren. En ook wat jullie nodig hebben eigenlijk. Dus de relatie zoals die was, die stopt. En die verandert. Dus er komt een hele nieuwe fase aan voor jullie. En dan gaat het meer de kant op van de liefde. Ik denk dat jullie voor elkaar gemaakt zijn. Ik denk dat jullie heel goed bij elkaar passen. En ik denk dat jullie dat allebei ook steeds meer gaan beseffen. Soms heb je eventjes wat ruimte nodig voordat je dat inziet, dat soort dingen. En dan zie ik deze relatie tussen jullie heel succesvol zijn eigenlijk.
Het zou kunnen dat je eerst eventjes, dat jullie eerst eventjes uit elkaar gaan na die ruzie. Dat jullie ervoor kiezen om eerst eventjes allebei je eigen weg te gaan. Om daarna weer bij elkaar te komen. Ik denk als je een stapje terug doet, na dat conflict eigenlijk, want er zijn best wel spanningen. Die zijn er nu al. Omdat er eigenlijk meer is dan alleen die chemie, dan alleen die aantrekkingskracht. En dat, ja, dat verwart, dat maakt de boel in de war. Dus wat jullie nodig hebben is even wat afstand. Alleen dat gaat alleen gebeuren, ja, nadat het eerst een beetje uit de hand loopt. Zoals ik het hier zie. Als jullie allebei tot rust zijn gekomen. Zie jullie eerst weglopen, jou eerst weglopen van de relatie, om daarna weer samen te komen. En dan ja, gaat het op de juiste manier. Dus probeer je niet te veel zorgen te maken, want ik zie dat het uiteindelijk allemaal goed komt. Jullie hebben gewoon eventjes wat tijd nodig, wat ruimte nodig. Het is, ik denk dat het op een gegeven moment zo'n punt nadert dat je zegt van, ik heb het liever niet dan dat het op deze manier moet. En als het dat punt heeft genaderd, dan en ja, er komt een einde aan die relatie of aan die band tussen jullie, dan ja, zal je merken dat je ook echt die tijd nodig hebt om even tot rust te komen. En dan, ja, als jullie er allebei weer voor openstaan, dan, dan komt daar die relatie voor jullie samen. Dus die lange termijn relatie en een huwelijk zie ik hier liggen. Als die chemie tussen jullie heel eventjes verbroken wordt, dan komt er ruimte voor de liefde eigenlijk. Dus die komt dan naar boven. Oké, nou ik wens je heel veel succes hiermee.